Hier moet het nieuwe sportcomplex het Wildzang komen. Met onder meer een wedstrijdbad, een recreatiebad met glijbanen en een doelgroepenbad met beweegbare bodem. Maar zonder tilinstallatie. En dat is een flinke tegenvaller voor de wat zwaarder gehandicapten. Voor de doelgroep ernstig meervoudig beperkt is dat gewoon een absolute must. Want anders dan kun je met deze mensen niet zwemmen. Wim's zoon Bas moet van zo'n tilinstallatie gebruik maken. En hij is niet de enige. In totaal gaat het volgens Wim om een groep tussen de 50 en 100 gehandicapten. Gesprekken met de gemeente hebben tot nu toe nog niets opgeleverd. Nee, tot op heden komt er kennelijk maar geen oplossing. Op concrete vragen volgen geen antwoorden dan wel ontwijkende reacties. En daar kunnen wij geen genoegen mee nemen natuurlijk. Een tilliftsysteem met bouwkundige aanpassingen. En dan zit je vaak op 1-op-1 begeleiding. En dat is echt een taak van de zorgverzekering. Wij kunnen dit niet realiseren in het zwembad op de Wildzang. Het totale budget voor het sportcomplex is bijna 13 miljoen euro. Er zou volgens Wim best een tilinstallatie van 100.000 euro vanaf kunnen. Hij wil daar dan ook voor blijven strijden. Als er geen oplossing komt van gemeentezijde, dan zullen er juridische stappen worden ondernomen. En dan gaan we wel zien waar het eindigt. De ChristenUnie in Nunspeet heeft inmiddels vragen gesteld over de kwestie. In augustus moet de bouw van het nieuwe zwembad beginnen.